Dat horen wij als Jola de handen gaat wassen. Ik word echt heel wazig nu af en toe. Sorry. Goedemorgen, het is vrijdag. Happy Friday. Jola die heeft lekker al vakantie. Normaal, dan zouden we nu onze wintersportspullen aan het pakken zijn. Of nee, dan zouden we zelfs al onderweg zijn naar Oostenrijk. Maar dit keer, ja, is dat natuurlijk een beetje tricky met een buik van 36 weken. Alleen maar om een baby. Nou, Jola vindt het volgens mij ook prima om lekker thuis te zijn. Vanavond komen namelijk gezellig haar vriendinnen en heeft ze een slaapfeestje. Yeah. Ja. Ga lekker laat opblijven. Is dat zo? Nou, dat had ik wel verwacht. En Jola mocht eigenlijk een slaapfeestje doen met al haar vriendinnen. Maar ik realiseerde me dat ze daar misschien toch nog een beetje jong voor is. En, ja, en komen er ook heel veel meiden, denk ik niet. Nee, ik denk dat heel veel meiden daar gewoon nog niet aan toe zijn. En toen we het kinderfeestje met het bowlen hadden, toen dacht ik ook wel van misschien wel goed. Misschien moeten we daar nog maar even mee wachten. Maar haar twee andere vriendinnen die komen in ieder geval wel vandaag. En die mogen dan komen slapen. Ja, superleuk. Dus we gaan van Jola de kamer vandaag één groot bed maken, denk ik. En Jola die gaat nu iets van sparkle, slime. Dit is slime. Je kan slime, dan maak je eigenlijk slime. En dat kan je dan in zo'n kettingje stoppen. Dus het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon, dit slime zit er al bij. En dan ga je dat mixen met glitters en magic colors. Nou, dit is alleen als je er nog een kleurtje doorheen wil. Mama, ze wordt steeds ietsje. Nou, het was eerst heel zacht en nu is het ietsje. Oh, wordt het harder. En ben je er blij mee? Uh-huh. Met je slijmketting. Zo, ik ga Jola even naar Turner brengen en ik wil heel even vertellen dat ze zo super schattig helemaal zelf haar tractaties heeft gemaakt voor de Turn vriendinnen. Appeltjes met parapluutjes en oogjes en dropjeshoedjes. En ook een warmbad. Heel leuk, schat. Ik heb mijn bestelling binnen van Kicks Online. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het is echt een super leuke kledingwinkel voor kindjes en baby's. Dat is dus super handig, want daar kan ik dus kleding bestellen voor zowel Jola als de bebe. En ik ga daar nog een blogpost over maken. Ik ga eerst even kijken hoe het me bevalt en wat ik ervan vind. En dan kunnen jullie dat later op mijn website nog terugvinden. Het is van Noppies. Zo leuk jasje. Hoe stoer is dit? Ineens begin ik een jongetje toch wel heel leuk te vinden qua stoere kleding. Dit. Met dit. Dit is nog een... toch nog 56. Nou, de ene 56 is veel groter dan de ander. Maar het is wel echt een leuk joggingpakje toch? Ik heb zelf ook een shirt hiervan. Dus ik vond het wel heel erg leuk als ik dan dat shirt aan heb. Dat hij deze aan heeft. Lekker stoffie ook. Dit is van Name It. En dat joggingpakje van net ook. Ah, oh, kijk nou, hoe lief. Elke keer. Het is wel lekker dat elke keer wanneer je in de auto zit, dan zie je echt zo'n lekker zonnetje. En dan zet je de muziek lekker hard. En dan heb je van die zomerse liedjes. En dan voelt het echt alsof de zomer al gaat beginnen. En dan doe je de deur open en dan is het echt pop, bam. Oh mijn god. Nee, het is echt nog heel erg winter. Helaas. Kijk hem staan, die huispapa. Ja, daar ben ik. Van de koekenbakken. Papa, daar ben ik koekenbakken. Jessie. Zo, na deze pannenkoek zit ik wel vol, denk ik. Ik eet vast even pannenkoeken, want ik ga zo naar zwangerschap zwemmen. En dan zijn we weer met een nieuwe wekelijkse swimmers update. Wow, wat een verschil met de eerste keer dat we gingen zwemmen. Ja, niet normaal. Bam! Echt niet normaal. Let's go! Oh, wat een gezelligheid. En dan ga ik ze ook daar. Welke film gaan jullie kijken? Kapitein Onderbroek. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Dit is onze zaterdagochtend.
Ja. Even lekker relaxed ontbijten met z'n allen. En we gaan zo lekker taart maken. Appeltaart. Yeah. Nou, ik ben eindelijk een beetje in mijn normale doen weer. Tot rust gekomen. Tot rust gekomen. Nou, ik heb gewoon echt onwijze opstartproblemen. Doei. Bart gaat sporten. En ik ga appeltaart maken voor het bezoek die straks komt. Hier ben ik bezig. Een familiefeestje. Yeah. Een familiefeestje. De meiden die hebben weer een slijmactiviteit. When I see the trees, the leaves are even greener. The flowers seem to smell a little sweeter now. Each day is radiant and new. Life's a little better with you. Ik gebruik dit keer dus wel gewoon deze mix. Alleen, ik doe wel een paar dingen anders. Want ik heb bananen doorheen gedaan. Voor de zoetigheid. Omdat ik geen suiker toevoeg zoals op het pak staat. En nu even deze verder kneden. En daar doe ik dan weer wat havermout doorheen. Spaghetti maken. Ja, een beetje met toch wat dingetjes bij elkaar rapen die we nog hadden. Hallo, goedemorgen. Het is zondag vandaag. Ik ga straks naar de 9 maandenbeurs. En mijn lieve, lieve, lieve Jola. Hoe schattig is ze? Ze is uit zichzelf het hele huis aan het schoonmaken. Ze is nu bezig met de keuken. En ze heeft ook de vloer gedweild. Ik heb die band omgedaan. Dus ik denk dat ik wel wat extra versteviging heb vandaag. En dan gaan we kijken hoe lang ik het volhoud. Daar zijn we dan bij de 9 maandenbeurs. Of de huishoudbeurs. Ik weet niet aan welke kant we zijn. Maar we moesten heel lang zoeken naar een parkeerplek. Want we werden eerst naar een hele verre gebracht. Maar daar nemen we natuurlijk geen genoegen mee. Waar we nu staan zal ik zo heel even laten zien. Het was in ieder geval een hele tour om hier te komen. Maar kijk, Loutje is mee. Gezellig. Brego's on tour. Een vette skyline. Bam bam. There we go. Oh. Ik heb mijn rugzak mee om gevuld te worden. Yeah! Baby! 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 Weet je waar mij dit aan doet denken? Van die honden sjaaltjes, van die chihuahua sjaaltjes. Hoppa! Zij heeft hem al een tijdje, ik moet hem nog gaan gebruiken. Smakelijk. Vega kroketten. Nee, lauw niet hoor. Ontdek de wasbare luier. En het overbroekje eroverheen. En zo simpel is wasbare luier. Eén foto? Ja, die is wel lief. Ja, maar ik heb de andere foto. Oké, jullie alle twee. Thank you.
aan het uitproberen van Babu. En ik ga nu de mini uitproberen. Cappuccino. Nee, ja, we moeten wel allebei. Wie? Wil jij er ook nog één? Ja, twee. Twee, 200 amandel. Neem je ook die? Ja. Oké, zo. Goed. Oei. Altijd lekker. Ik kan toch geen wee opwekken? Absoluut. Het is een beetje zo'n gevoel als zo'n spiertrainertje. Het is zo'n buikspierding. Ja. Ja, maar dit moet serieus pijn gaan wegnemen. Oh, allemaal wat een rot gevoel. Nee, dat is niks voor mij hoor. Nou. Kijk eens, gaat jullie wat? Oh, wat lief, kijk er nou. Mijn personal zwangere assistant die tilt alles heel zwaar en ik heb hem een beetje op mijn rug. Waar moeten we heen? Waren we nou met een roltrap gekomen? Ja, 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 ja. Wow, we hebben een vet mooie skyline, maar het is te koud om uit de auto te gaan. Let's go. Bepakt en bezakt. Papa Bart zit aan de Rijn. Oh, lekker. Maar papa Mike heeft een heerlijk etentje voor ons verzorgd. Zeker. Wauw. Wow. Back home. Het was echt super leuk op de 9 maanden beurs. Leuke dingetjes gezien. Alhoewel, er waren ook wel veel van die aanbiedingen dat ik denk van... Ja, oké, daarvoor hoef je niet echt helemaal naar een beurs of zo. Maar ja, het is toch wel leuk dat je echt alles bij elkaar kunt zien. En zoveel zwangeren bij elkaar, ook wel grappig. En nog een stukje huishoudbeurs meegepakt, omdat dat toch ernaast meteen zat. De eethal zat ernaast. Heel slim, bij de zwangeren. Maar ja, we hebben het heel erg gezellig gehad. En daar gaat het vooral om. En morgenochtend, dan laat ik in de nieuwe update vlog van de 36 weken. De zwangerschapsupdate vlog. Laat ik nog even zien wat ik gekocht heb, want daar heb ik nu echt geen energie meer voor. Ik ga slapen. Wel trouwens, te zeggen die. Dus nou, tot morgen misschien als je kijkt. En anders tot later. En doe een duimpje omhoog en abonneer hier beneden, want het is gratis. Doei! Doei doei. Rock that joint.